Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik hier voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. En ja, vandaag gaan wij beginnen met de echte Tower of Power. Oh ja, dat kluitje moet erbij. Maar goed, eens dus even kijken. F5 was het? Ja, oké. En F1, ja, right. Ik kan niet zien waar mijn olifantenmicrofoon staat er weer voor. Nou, eens even kijken. Ik had dus dit design in de planning, zeg maar. Ik wil hier soort van mijn brouwlab ding doen. Alleen, ik vind het design niet zo denderend. Dus ik ga het denk ik wat aan veranderen vandaag. Even kijken, even nieuw. Pick maken. En nee, niet zo'n pick, maar een pickaxe. Dus ja, even kijken hoor. Ik dacht aan zoiets als dit of zo. En dat we dit dan weghalen of zo. En dat we dan hier een ja, lab ding maken of zo. Ik wil eens gaan kijken hoe dit staat. Zo. Hé, wat? Oh, je moet ook nog dan. Toch of zo, what the fuck? Nee, we houden het zo. Ik vind dat andere toch mooier. Ja. Je klapt, je snas. Oh, ik snap het al. Oké. Right, zo, dit is nog steeds groot genoeg hoor, voor ja, mijn touw verbouwen. Even kijken. Zo, dan gaan we even dit opbouwen allemaal en zo. Eens even kijken zo. Oké. En ja, hier gaan we allemaal mystieke krachten en onzin bedrijven. Dus ja, even eten. Wat is mijn Winnie de Pooh hongerig vandaag? What the fuck? Boom, 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 boom. Wee, oké. By the way, de vloer wordt van de sproes gemaakt. Dus ja. Hi Gizmo, ik heb het raam voor jou dicht gedaan. Lololololol. Hold your horses. Ja, dat was Gizmo dus. Dit gaan wij niet van dit spul maken. Dit wil ik van Netherrack. Alleen daarvoor moet ik terug naar de Nether. Dan moet ik Netherrack gaan mijnen. Kan ik wel even doen, show why not, hè? Ik doe de Nether we go. Ik neem gewoon dit mee, want ik ga gewoon bij mijn portal mijnen, denk ik. Gizmo, wat doe je? Oh my god, dat beest en kasten, niet normaal. Gizmo, kom eens naar die kast, jij. Wat? Oh my god. Hey! Oh, holy kut. Hij was een diggie, moe. Huh. Oké. Okay. Holy kut, mag ik nu even goed zitten, AUB? Dank u wel. Ik ben er zo klaar mee. Oh, ik ben er zo klaar met die kast. Echt, gewoon. Ik ben hier een klein beetje er klaar mee. Nee, echt. Ik haat die dingen. Oké, zo dan. Gewoon even Fort Knox om dit ding heen bouwen. Ik heb geen kabel meer, oké. Okay. Kijk, daarvoor heb ik dus flint steel meegenomen. Bloem, oké. Okay. Nou, oké, dan wel. Mijn. Dat heb ik even niet gezien. Een baby zombie pick, what the fuck. Oké, goed. Rat, met de diamond pickaxe, met de efficiency. Echt, je, dat is niet normaal hoe snel dat gaat. Tik, tik, tik. Misschien ga ik, oh ja, en ik hoef geen Nether Wardformer in de netten te maken, hè. Ik had even een blast from the past, waar ik zoiets had van, wacht eens even, ik kan helemaal geen Nether Wardform op mijn Tower of Power maken, want dat kan gewoon niet. Want je moet het in de netten groeien, maar dat hoeft niet meer met 1.6, dus ja. Volgens mij hoeft dat al in 1.5 niet meer. Nou, I don't know. Zo, even 2 stacks verzamelen. Zo. Oké. Ik ga proberen om de Tower of Power in twee langere video's af te maken.
Dus ja, want ik wil nog veel extra dingen doen, zoals die netherworld farmen en inrichten en al die rotzooi. Even kijken, oké, prima. Terug. Oh my god, dan hebben we weer vuur hierna. Dit interesseert me niet zoveel. Oké, ik moet alleen nog wel even kijken waar ik precies mijn netherbase wil maken straks. Even kijken. Oké. Oké dan. Ik weet pas als junior heeft dit design ook, maar ik vind dit sowieso ook al mooier. En ik had dit sowieso toch al gedaan. Even kijken. Oké, nou, hoog moet die rotzooi worden. Even kijken. Ja. Nou, hebben wij nog spruce wood? Ga mij nou niet vertellen dat ik geen spruce heb. Jezus. Oké, nou. Twee hoog. Nee, drie. We maken er drie. Going big. You go big or you go home. Dat zeg ik altijd ook eens, hè. Oké. Fine, even kijken. Zo. Oké, dan. Daar komt. Dat is drie hoog. Prima, prima. Zo, ik moet even een opstapje hebben. Doe even met dirt. Oké. Dit stelt zogenaamd even de vloer voor. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Het lab komt aan die kant, by the way. Oh ja, dat moet ik nog helemaal maken, hè? Even kijken. Dat moet nu eerst. Dan moeten stairs worden. Ja, zo. Ja. Die is te kort. Ja. Wacht eens even. Wacht eens even. Het was zoiets als dit. Zoiets als dit design. Zo was het volgens mij. Nee, dat staat veel te goofy, man. Zo was het. Ja, dan ging het zo die kant op. Ja. Dan weet ik het weer. Oké. Hups, oké. En 1 en 2 en 3. Godsamme, ik heb grond nodig. Dit verstaat wel. Dit is altijd even het tricky part, zeg maar. Omdat je, nou ja, je moet de grond uitleggen van dat ding. En dat wordt helemaal versterkt. Zo, het is natuurlijk niet zo mooi als ik het zou willen. Helemaal op zo'n grote berg dat het helemaal overhangt en alles. Maar dit wil ook wel. Dan moet ik allemaal nog anders. Zo, dan kan ik het tenminste een beetje opkomen. Tik. Oké, nou dan moeten we even denken. Hier komt dat ding. Dan hebben we hier. Want er komt geen klein ruitje, het wordt groot. Het wordt een dubbele ruit namelijk. En het komt daar dan. Het is best een groot laboratorium hoor. Hier komt de potion room. Dit wordt de potion room. Want nou, ik heb hier zeg maar dit en dan komt hier nog wat. Dus. Zo. Dan heb ik eerst meer dirt nodig. Oké. Jullie hebben waarschijnlijk zoiets van: Ronald, wat de fuck ben jij aan het doen? Nee, maar dit is allemaal heel technisch. Ik heb dit ding voor het laatst paar jaar geleden gemaakt en nou ja. Ik kan ook veel nieuwe elementen in kwijt en dat vind ik ook leuk om te doen. Even kijken. Drie en dan koken. Ik doe het met deur, want dat is makkelijk weg te halen. Oké.
Zo, het tricky part zit erop met het uitrekenen en shit en zo. Ik wil ook nog wel misschien die kant op. Met een kamer of zo. Ik weet niet wat, maar dat zullen we dan allemaal wel gaan zien. Oké, dan hier komt een ja, heel groot raam dan dus. Oké. Ik zou toch echt zweren dat mijn potion room op een gegeven moment zo groot zal zijn als dit. Het is wel een beetje itty pity. Ja, ik weet niet. Misschien ligt het aan mij hoor. Het zal wel. Oh. Damn, bot, ik ben. Ik ben echt zo'n zon. Ik ben echt zo zwaar ben ik weer. Hè. Ik ben echt zo'n zwaar. Even kijken. What the fuck, Ronald? Just stop. Oké, zo. Nee. Je dombo. Haha, there we go. Dat was het. Dat was het. Deze was het niet. Nee. Het was deze. Kijk, nu heb ik veel meer ruimte, zie. Maar het is gewoon hetzelfde. What the fuck, Ronald? Wat doe je jezelf aan, man? Want hier komt zo'n potion tafel en dan. Ja, wat die krapjes, hè? Dat hou ik niet zo van. Zo had ik het. En dan had ik. Hier had ik een grote struik lopen. Volgens mij. Ja. Laten we dat doen. Ik kan me zoiets vaags herinneren. Ik wil hem ook wel wat anders maken, maar niet echt heel veel. Het is allemaal kijken en passen en meten en allerlei shit, jongens. Het is zoveel werk. Kijk eens aan. Die deur neerleggen. Als dit dingetje klaar is, is maar eens even slapen. Oké. Wel, het rekenwerk zit er zometeen bijna alweer op. Nou, het zit erop, oké. Ja, zo was het. Want ik had hier helemaal voor neus, voor de bottles en zo. En hier heb ik alle potion shit. En hier had ik een mooie struik en hier had ik een struik. En hier had ik ook een struik lopen, zo. Dit zat zo. Zo, kijk. Want ik had hier een struik, zo. En hier een struik. En nou, deze kant, ja, niet. Maar ik kan aan die kant ook nog wel werken. Dat ik bij zo'n puntdak zo die kant op ga. Dat weet ik niet. Ja, ik kan ook een kamer maken eigenlijk. Want hier komen de potions. En dan kan ik daar ook wel de kamer maken. Nou, eens even kijken. Ik ga even eten en slapen. En ja. Ik ga hier ook een kamer maken. Dat ga ik doen. En het wordt dan de. Ik denk dat ik hier. De plantending ga maken. Voor de. Hoe noemen we dat? Netherwart Farm. Hier komt de Netherwart Farm. Ja. Dat is wel leuk. Ga ik even maken. Even kijken. Je hebt dit zo. En dan heb je dat. En dan heb je. Dit. Zo. Ja, zo. Oké, nou even kijken. Dus 3 was het, hè? Even kijken. Moet even mooi uitleggen, helemaal. Even kijken. 3 was het, met een groot raam ertussen. En, ja, dan kunnen we de Netherwars zien groeien. Alleen dat ga ik niet doen. En ik ga wat anders doen. Nou, ik wil eerst even die maten even weten. Ik wil eerst weten hoe groot het is. Want als het kan, dan wil ik het symmetrisch houden. Met de andere kant. Want ik wil zeg maar zo hoog rammen. Dat ik stukjes van de Netherwart kan zien, snap je? Dat lijkt me wel wat. Hier klopt wat niet. Klopt wat niet. Klopt gewoon wat niet. Nee, dat klopt inderdaad wat niet, nee. Nee, het was bij deze, was het. Het was één verder. Ja, kijk, hier was het.
was bij de tweede was het al zo. Kijk, en dan hier zit die muur. Ja, oké. Okay. Oh mijn god. Mijn toetsenbord die spaced hem. Mine of zo, nee. Oké, okay, zo ja. Ja, want hier komen allemaal planten, zodat het wel, dat het wel wat lijkt. Even die deur daar plaatsen, dan kan ik hiermee verder. Het is een wat langere, wat saaie aflevering, denk ik. Maar ik denk toch dat jullie hier wat aan hebben, want nu kunnen jullie mijn Tower of Power ja, namaken, zeg maar, mijn design. En dat vinden jullie waarschijnlijk wel leuk. Tenminste, dat verwacht ik. Ik weet het niet, hoor. Zijn jullie de keus om dat te beslissen? Oké. Okay. Jee. Nou, zo dus. Lekker symmetrisch. Zo wordt het wel een mooie grote Tower of Power. Oké, okay, nou, dat gaan we even mooi maken. Hier komen dan van die... hoe noem je dat? Van die spruce palen, denk ik, of zo. Ja, daar komt de spruce. Dus dan moeten we even vrij houden. Ik ga voor de volgende episode ga ik eerst woed kappen. Want ik heb dat woed nodig, namelijk. Dus ja, even kijken. Zo. Oké. Okay. Nee, dat krijgen we niet zo hoog. Even kijken, moet ik er even op de poppen, de poppen, de pop. Oké. Zo, oei, hup, jump, 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 jump. Oké. La, la, la. Hierboven komt een normaal balkon, ga ik het terras opmaken. Dus, hè. Het is een erg groot project en het vreet ook erg veel netherbrick. Maar ja, dat hadden jullie waarschijnlijk al door. Even kijken, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Wat nu al bijna op, what the fuck. Echt, hè. Het is gewoon nu allemaal al bijna op. Ik heb misschien nog genoeg voor die ene kant hier. Even snel werken nu. Dit is niet snel werken, Ronald. Dit is falen. Misschien komt er uiteindelijk nog wel een netherbrick, hoor. Maar dat weet ik niet. Oké, ik heb in ieder geval genoeg voor helemaal de eerste verdieping. Zo zie je hoeveel netherbrick hierin gaat zitten. Kijk maar eens. Gigantisch. Oh ja, je wou ook zo'n struik doen, hè? Dat was ook zo. Oké. Okay. Maar goed, ik ga het hierbij laten, jongens. Ik ga voor de volgende episode... ga ik eerst, denk ik, wat spruce halen. En dan ga ik wat kap. Ik pak gewoon de spruce sapling uit het huis. En die plant ik hier allemaal. Ik heb een mooi spruce plantage. Dus ja, jongens. Oh, dat wil ik bij de weer ook nog een keer doen. Ik heb daar al een oak tree van. Mijn god. Ik heb daar ook een... Oh, ik heb geen Optifine meer, lol. Maar ik heb daar ook zo'n oak tree farm. Maar wat ik eigenlijk ook wel wil, is ik wil daar zeg maar bij de swamp een jungle tree farm. Zeg maar een farm van alle trees. Daar gaat de oak farm tree ding gaat er ook naartoe. Dan gaan we daar wat anders maken. Dan mogen jullie dan bepalen. Maar goed, tot de volgende keer, jongens. Bedankt voor het kijken allemaal. Laat even een like achter als je deze episode leuk vond. Ik vraag jullie ook nog even om mij even te volgen op Twitter. @shadowgames23. En wel like ook nog even dan. Dus dat heb ik net al gezegd. Maar abonneer. En wel, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.